Je gaat gewoon verrast worden. Het gaat wel gewoon vanaf moment 1 denk je van, oh shit. Het wordt wel lekker, het wordt wel hard. Voor een beetje coca doet ze alles, alles. Iedereen kent jou in de wijk, iedereen kent je naam. Ik kreeg net een berichtje of ik elke gastartiest even een voice memo wil sturen. Wat je van ze verwacht. Want we krijgen nu vragen of de artiesten DJ's mee moeten nemen. Het moet wel echt iconic worden. Dus waar mensen vaak stoppen omdat ze denken van oh dat kan niet of dat is gek. Of dat kan niet in het budget. Daar ga ik gewoon verder en denk ik gewoon eigenlijk zonder grenzen, weet je wel. Ja, het enige wat dus echt niet kan, want dat kost me anders weer gewoon zelf 8.500 euro. Dus dat is wel, vind ik wel echt heel jammer, maar dat kan dus gewoon niet. Ik wil eigenlijk een glimmend podium, zeg maar. De vloer moest glimmen. En nu wordt het wel een soort van glimmend podium, maar het wordt niet alsof het een zwarte marmer vloer is, zeg maar. Dat wilde ik eigenlijk. Uit mijn eigen zak leg ik gewoon 50.000 bij. Dan wordt het weer 60, dan wordt het 70. Dan ben ik uiteindelijk, geef ik een ton uit aan een show die ik zelf geef. Maar kijk, het maakt me in essentie maakt het me niet veel uit. Maar ergens moet je wel een streep trekken, want je kan natuurlijk ook gewoon, je moet ook gewoon verder leven. Je moet ook gewoon nog eten en zo. Dus ja, ergens moet je die grens trekken. Ik heb wat mensen voor me werken die wel echt heel erg helpen. Maar uiteindelijk heb ik de visie, zeg maar, hoe het eruit moet gaan zien. Dat zit gewoon in mijn hoofd. Dus tot zover kunnen ze gaan en dan is dat een beetje, zeg maar. Brada. Even voor de duidelijkheid, voor AFAS. Hoef je eigenlijk alleen maar drama bij te doen. Ik heb gewoon eigen DJ en shit. Er wordt ook helemaal door de danseressen word je gewoon gebracht naar waar je moet staan en zo. Je komt dan eigenlijk op vanaf het moment dat jouw verse begint, zeg maar in het refrein, bij die rakak, ratatata. En dat je er gewoon met veel saus en swag en dripping komt, je weet toch? Shit, joh, ik moet al die fucking niggas gaan checken nu. Het moet gaan, hè? En dan gaan we loesoe. Ik ben sowieso van het filmpje, dan weet ik een beetje hoe het eruit ziet. Is goed, man, Brada. Let me know, man. I love, man. Ik heb er zin in. Ja, Brada. Jij ook gefeliciteerd, hè? 5 barkika volgers. Sikke shit. Oké, let's get it, niggas. Ik heb net gesport, dus eigenlijk ben ik wel wakker of zo. Maar het is toch altijd wel een beetje na ene word je echt wel eens wakker of zo als mensen. Ik geloof ook wel dat sporten, zeg maar, als je... Kijk, het komt gewoon vaak voor dat je eigenlijk geen zin hebt om te sporten, maar dan ga je toch. Zeg maar, zo zijn er ook heel veel dingen zakelijk waar je eigenlijk soms geen zin in hebt, die je wel echt moet doen. Zo bouw je die discipline elke ochtend een soort van op, toch? Maar ik kom natuurlijk eigenlijk uit een soort van EDM en daar lag al veel geld altijd. Maar toen dacht ik wel altijd van, ja, dan zag ik rappers struggelen. Dacht ik wel van, oh shit man, jullie zijn gewoon keihard aan het werken nog steeds een keer. Maar nu is het gewoon een serieuze industrie. En dat is gewoon vet. Het gaat niet om het geld, maar het is wel vet dat je gewoon, omdat er wordt verdiend, steeds mooiere producten in kan zetten, toch? Je kan meer. Je kan dan zo'n show in de AFAS geven. Maar eigenlijk ben ik gewoon street smart. Het is niet dat ik op school heb gezeten. Sterker nog, ik heb heel kort op school gezeten. Ik was al gestopt met school op mijn 14e. Dit is niet een voorbeeld voor jullie, lieve mensen. Het is meer dat wij van thuis uit mee hebben gekregen. Maar ja, dat hebben denk ik veel mensen in de urban, dat het allemaal niet gegeven is, toch? Ja, maar ik heb wel voor mijn vader ook uit van niets iets zien maken. Dus dat is wel voor mij een groot voorbeeld. Sowieso is de drang om mijn ouders trots te maken wel groot. Bij al mijn Amerikaanse shows zijn ze nooit geweest, alle echt grote shows. Nu is dit eigenlijk de eerste echte show waarin ik zo erg busy ga laten zien die ze mee gaan maken. Dus ja, ik hoop dat ze het heel leuk gaan vinden. Ik denk ook niet dat ik ze van tevoren van een show wil zien, want dan ga ik gewoon zenuwachtig worden. Want ja, die drang om het dan echt goed te doen is dan bijna te groot, toch? Ik ben toen in de Gelderdom geweest bij Watch the Throne van Jay-Z en Kanye. Daar heb ik zoveel geleerd. Hoe deze lichten zijn gedaan, hoe die is gewerkt met die visuals. Alles, man. Ik dacht gewoon alleen maar van wauw, achter elkaar, weet je wel. Dat is een beetje het niveau waar ik me door heb laten drijven en laten inspireren. Dus ik denk dat het in ieder geval het kaliber van de wauw-momenten moet je wel in die hoek zoeken. Dus ik denk dat dit wel de 6e ervaring gaat worden die tot nu toe mensen hebben kunnen krijgen wat betreft grotere solo-shows van artiesten. Nee,
Kijk, laatst heb ik ook een soort van gekgare show gegeven bij de Voice of Holland. Dat was gewoon kaka. Ik zeg eerlijk, ik was ook gewoon zenuwachtig. Ik ben niet echt een tv-show performer, snap je? Ik werd daar wel onzeker van, omdat het zo kort op AFAS was en in één keer zo slecht ging. Ik ben wel blij dat ik nu de kans krijg om gelijk te laten zien dat ik goed kan optreden, snap je? Ik kan niet schuilen achter een line-up of ik kan niet zeggen van ja, het geluid was slecht of dit of dat. Want ik heb het allemaal zelf gefixt, snap je? Dus, en daarnaast, ik stel mezelf ook gewoon kwetsbaar op. Dat gaan mensen daar dan misschien wat beter zien als dat ik nu kan omschrijven, maar ja, ik geef mezelf wel bloot. Het is net als een album, geef jezelf ook bloot. Ook al heb ik in mijn album misschien de onderwerpen niet per se dat het heel privé is of zo. Je geeft jezelf bloot, zeg maar, als muzikant. Vaak denken mensen van, oh die nigga, hij doet het allemaal voor het geld, hij komt alleen met herhaal shit. Los van het feit dat ik dat echt met mijn hart maak en het koude hart vind, kunnen mensen dat denken, maar verliezen ze vaak dat gevoel mensen hem op het podium zien. Omdat ze zien van, hé, wacht, dit is echt, toch? Want ze voelen dan wel je presence en dan merken ze van, dit is echt. Nee, je gaat gewoon verrast worden. Het gaat wel gewoon vanaf moment 1 denk je van, oh shit. Het wordt wel lekker, het wordt wel hard. Daarna ga ik eigenlijk door met werken aan mijn album, daar ben ik al best wel ver mee. Dus dan ga ik die eigenlijk afronden en droppen.